Die onafhankelijkheid, dat is geen, hoe zal ik zeggen, dat is geen doel, dat is een middel. Mm-hmm. Dat is een middel om te komen naar een betere economische structuur, naar een betere en rechtvaardige maatschappij. Mm-hmm. Solidariteit. Zo belangrijk, we moeten daar actie voor ondernemen. De goede persoonlijke reflecties om jezelf altijd in vraag te stellen. Maar nu gaan we er echt voor gaan, dus here we go. Welkom bij een nieuwe aflevering van Discours met de Boys. We zijn hier vandaag met John de Jager, ex-CEO van BASF Antwerpen. En vandaag met nog een heleboel zaken bezig, waaronder voorzitter ook van Pro Flandria. Dus welkom. Dank u. Dag John. Bedankt om tijd voor Amorie, Arno, dank u wel. Geen enkel probleem. Dank u wel, graag gedaan. Doen we altijd een chingeske. Ooit al Jack Daniels honey gedronken? Whisky wel, maar dan deze, dat weet ik niet. Maar dat is vrij zoek, zo geen grote specialist whisky, maar ik zal het graag meedrinken. Ja, voilà, ik moet eens proeven. Voor sommigen zijn fan, sommigen iets minder. Lekker. Om de tong los te maken. Ja. Voilà, inderdaad. Nee, goed. Oké, nogmaals, bedankt tijd vrij te maken. Ik denk dat we vandaag een heleboel kanten uit kunnen, maar zoals initieel ook gezegd, en wat ook een beetje de insteek was, wij die wat research deden naar de verschillende denktanken of bewegingen op dat niveau, zeg maar, binnen België. En eigenlijk heb je niet zo extreem veel, of dat goed of slecht is, dat laat ik in het midden. En voilà, we hebben zo eens een keer samengezeten met een van de kloot van Itinera. En dit is specifiek dan Pro Flandria, wat eigenlijk, de naam zegt het een beetje zelf, focust op Vlaanderen specifiek, verwacht ik dan. Dus misschien als je even Pro Flandria of het doel ervan kort moet zeggen, wat is dat juist? Ja, Pro Flandria is eigenlijk een netwerkorganisatie. Je kunt ook zeggen een denktank, maar vooral toch een netwerkorganisatie van academici en van ondernemers in eerste instantie. Onze leden zijn anoniem, omdat men zich ook niet zo graag politiek uitspreekt natuurlijk. Mensen die in het bedrijfsleven actief zijn, doen overal business en zo. En wat wij proberen is het debat rond Vlaanderen, rond autonomie, meer autonomie, waarvan wij denken dat het absoluut noodzakelijk is, om dat debat dus aan te zwengelen. Ja. En eigenlijk om daar dus in dialoog te gaan met zoveel mogelijk sprekers, met zoveel mogelijk andere mensen ook. En dat debat wordt sterk gevoed door onze leden. En door ons bestuur, secretaris, voorzitter, bestuursleden. En wij proberen op die manier dat debat op een rationele manier in dialoog met anderen op het voorplan te brengen. Ja, ja, mooi. En zijn er dan zo concrete zaken dat eruit voortvloeien? Van... Absoluut, ja. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld een colloquium gehad. Ja. In dat colloquium hebben we alle Vlaamse partijen uitgenodigd om gewoon te discussiëren over, kijk, hoe is nu eigenlijk de financieel-economische toestand? Wat moet er allemaal veranderen? Enzovoort. Heeft veel brede media-aandacht gehad. Dat was een publiek colloquium. Dat is dan niet voor onze leden alleen. We hebben onlangs in de Waranden in Brussel ons lustrum gevierd, dus het vierde lustrum, 20 jaar Pro Flandria. We staan ondertussen al 20 jaar. Ja. Wij hebben daarbij ook Fernand Huts gehuldigd als nieuwe Vlaamse meester. Dat was een heel mooie bedoeling. 'S morgens in Terera huis ontvangen geworden door minister-president van Vlaanderen, Jan Bon. 'S namiddags was er een diplomatieke conferentie. En een conferentie met een aantal professoren uit, een academische conferentie, professoren uit Schotland, Catalonië, Tsjechoslowakije. Tsjechië en Slowakije vandaag, maar dus rond die problematiek van de splitsing, en Zwitserland. En dan was het dus 's avonds een mooie viering rond Fernand Huts. En op die manier komen wij toch in de media en op die manier proberen wij dat debat ook een beetje in de kijker te zetten. Nee, maar op zich, ik vind het wel interessant, want we hebben het al een keertje gezegd, maar ik denk als het vaak over Vlaanderen in relatie met België wordt dat argument, denk ik, los van misschien een aantal praktische zaken, maar nogal emotioneel gevoerd vaak. Hè. Het is ook heel identiteitsgebonden vaak. Maar dat is wel waar je, denk ik, ook misschien al dan je mening over hebt, maar waar Pro Flandria echt wel focust op zeg maar het rationele debat, meer op economie dan gefocust? Absoluut, ja. Meer op, laten we zeggen, op het financiële economische luik gefocust. Dat is absoluut onze insteek vandaag, ook naar de verkiezingen van 2024 toe. Sensibilisatie doen, omdat toch wel in de media en bij de grote delen van de bevolking toch veel te weinig gekend is hoe precair de situatie vandaag is, hoe slecht economisch en financieel dat wij er eigenlijk voor staan als je kijkt naar de toekomst. Begrotingsdebat en dergelijke, de tekorten, het overheidsbeslag, de overheidsschuld. Als wij niet oppassen, dan blijven wij geen welvarende regio. En dat geldt zowel voor Vlaanderen als Wallonië. Dus wij zijn niet tegen Wallonië en zeker niet tegen de Walen. Wij zijn niet tegen mensen, maar wij zijn wel tegen systemen. Tegen systemen die verarming gaan brengen.
En oké, nee, dat is wel duidelijk. En heb je daar zo een aantal concrete voorbeelden van? Van kijk, dat is vandaag en dat is misschien waar het wat meer naartoe moet gaan? Of absoluut. Ja, ja, absoluut. Als we vandaag kijken naar de overheid, hè, en je kijkt naar de tekorten, 6% zal het nu al worden van het BBP, dat is toch meer dan 30 miljard euro per jaar dat je extra moet gaan lenen, dat is hallucinant. Als je kijkt naar de totale overheidsschuld, die gaan nu naar de 500 miljard euro. Dat is dus meer dan 100% van alles wat we op één jaar verdienen. En dat moet je dus doorgeven aan de volgende generaties. Dan moet je toch zeggen, mensen, allee, dat kan zo toch niet? Ja. Als je dan merkt dat de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen is die 75-78%, maar dat kan ook beter. Maar in Wallonië is die 65%. De werkloosheid ook in Brussel, dan zeggen, en wij zoeken zoveel mensen, overal zijn er vacatures, maar wij krijgen dat niet voor elkaar. Ja, matches, dan moet je daar toch aandacht aan besteden. Je moet toch zeggen, mensen, zo kan dat toch niet verder. Als het verschil in loon, ik heb het gisteren nog gehoord, er was gisteren een Vlaams havendebat, eergisteren een Vlaams havendebat, waarin verschillende mensen vanuit de logistiek zeggen, wij vinden geen mensen vandaag om te komen werken, ook niet in de weekend, ook niet zondags, want het verschil in loon wat ze dan overhouden, is amper 100 euro. En daarvoor komen ze niet meer. Dan zijn ze bezig liever met hun familie, met de kinderen en wat weet ik allemaal. En dus als je het zo bekijkt, het verschil in ons land vandaag tussen werken en niet werken is te klein. Ja, ja, dat is zo dat bruto netto. Absoluut, ja, dat hebben we ook al een paar keer gezegd, ja, inderdaad. Werken met lonen. Ja, ja, maar als je dan alle mogelijke sociale tarieven optelt en zo verder, ja goed, dan staat dus morgens om 6 uur op voor 100 of 200 euro extra per maand. En de meeste mensen zeggen dan, ja, maar dan blijf ik liggen. Hè, dus. En je kunt de mensen geen ongelijk geven, maar wel de systemen die dat veroorzaken. Ja, absoluut. En is er dan, en, specifiek, is dan... Komt dat dan enkel voort door het feit dat België als België bestaat en moest dan Vlaanderen apart voor een, bestaan? Voor een gedeelte denk ik wel. Hè. Ik denk nog altijd, en nu ga ik grote woorden gebruiken, het zijn niet mijn woorden, het zijn woorden die ooit een Vlaamse socialist, coryfee, genoemd heeft. Om hem niet te noemen, Louis Tobak heeft ooit gezegd, de stommiteit van 1830. En ik denk dat daar iets van aan is. Hè. Dus we zijn twee totaal toch verschillende culturen, Franstaligen en Vlamingen. En dan wil je dat allemaal door één deur krijgen. Dan wil je dan één spagaat van maken. Terwijl dat de ene willen naar links gaan, de andere willen meer naar rechts gaan. Doe ieder zijn ding, maar je moet wel de dingen die je zelf wil doen, zelf betalen. Dus de financiële responsabilisering, dat vind ik eigenlijk een key issue. Daar moet het naartoe gaan, dat iedereen voor zijn keuzes ook zelf moet opdraaien. Dat sluit natuurlijk niet uit dat je solidair moet zijn. Hè. Als mensen het minder goed hebben, mensen die het nodig hebben, dan moet je absoluut solidair mee zijn. Maar daar moet wel iets tegenover staan. Ja. En is dat een beetje het einddoel van Vlaanderen? Ja, even niet per se het einddoel, hè, maar een van de echt wel insteken dat Vlaanderen ooit onafhankelijk is? Of is het meer van bevoegd? Of, Amaury, wel, en Arno, het zal u misschien verwonderen, hè, maar kent u één land ter wereld waar dat de meerderheid, waar dat er een grote stroming is in de meerderheid van de bevolking, die wil gaan naar meer autonomie, naar meer zelfstandigheid, naar meer onafhankelijkheid. De meerderheid van de bevolking, zijn er toch 60% van de Vlamingen. Dat is toch teken dat er iets schort aan ons systeem. Wij stemmen in Vlaanderen, wij kunnen van Oostende tot in Mazeik, kunnen wij stemmen voor CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Vooruit, Groen, Open VLD en zo verder. Hè. In Wallonië hetzelfde, maar voor andere partijen. MR, PS, Ecolo enzovoort. En plots komen die twee democratieën samen en dan gaan de Franstaligen zeggen wat er in Vlaanderen moet gebeuren en de Vlamingen wat er in Wallonië moet gebeuren. Ja. Dat werkt toch niet? Ja. Wij zijn eigenlijk in België, dat is geen democratie volgens mij. Dat is hoogstens een optelsom, een kunstmatige optelsom van twee democratieën. Dus dat kan niet werken. Op vandaag, de federale regering is eigenlijk in Vlaanderen een minderheidsregering. Dat is niet oké. Laat zoveel mogelijk doen door de regio's. En of we het dan hebben over autonomie, complete zelfstandigheid, onafhankelijkheid, dat zijn allemaal gradaties. Ja, maar laat toch zoveel mogelijk doen door de regio's. En zorg ervoor dat Wallonië er economisch terug bovenop komt. Wallonië is vandaag, sorry dat ik dat zo moet zeggen hoor, want er zijn vele Walen die ook ondernemend zijn en die echt goed bezig zijn ook. Maar als je het in globo bekijkt, is dat eigenlijk een van de armste en economisch meest achtergestelde regio's van heel Europa. En dat torsen we al zoveel jaren mee, terwijl dat Wallonië 100 jaar geleden aan de spits stond van de economie wereldwijd. Ja, dat was het omgedraaid. ASEC, de treinen, de spoorwegen, overal. Mm-hmm. Allee, het kapitaal is er weggetrokken en in de plaats is er, laat het me zomaar zeggen toch, is er een socialistisch-communistisch systeem gekomen dat de mensen pampert. Dat de mensen zegt van, ja, je krijgt de uitkering van links tot rechts. En daardoor zitten we eigenlijk compleet vast in dit land. Oké. Okay. En
is dat dan... Ja, wie zijn schuld is het dan? Is dat dan... In termen van schuld spreken, dat is altijd... Ja, nee, dat is inderdaad... bedoel, ah, ja, dan begin je, hoe is het eigenlijk... Als je begint te culpabiliseren... Ja. Het is gekomen, denk ik, voor een groot gedeelte door inderdaad steenkool en de staalindustrie die weggetrokken is en het grote kapitaal dat gezegd heeft... De staat, doe je goesting, trek je plan mee, met de tewerkstelling enzovoort. Het groot kapitaal is weggetrokken uit Wallonië. In de plaats is dan een, ja, je kunt dat ook begrijpen op dat moment, die arbeiders die zich door het groot kapitaal verlaten vonden, die zijn op de socialistische, aast-communistische toer gegaan. En dat speelt vandaag nog altijd mee, dat die argwaan tegenover ondernemen, tegenover alles wat met kapitaal te maken heeft, dat speelt nog altijd ergens mee. Maar toch zouden we die switch moeten kunnen maken. Vooral voor de Walen zelf, vooral voor Wallonië zelf. Dat wij blijven Wallonië ondersteunen. Vlaanderen gaat dat niet kunnen op termijn. Dat gaat een einde nemen. Maar wij gaan dat ook niet kunnen blijven. En als je vandaag kijkt naar de armoedecijfers, ondanks al de transfers die er zijn vanuit Vlaanderen, de solidariteit vanuit Vlaanderen naar Wallonië, ondanks de staatsschuld die opgebouwd is, meestal ook toch door de situatie in Wallonië, is het armoedecijfer is in Wallonië 20%. 20% van de gezinnen vallen onder de armoedegrens. In Vlaanderen is dat onder de 10%. Brussel is dat 30%. Dat is toch schandalig. Dat is veel. Dan zijn we toch niet goed bezig. Oké, ja, ça va. Ondanks alle transfers, ondanks alle solidariteit. Dan is duidelijk inderdaad dat zelfs ook dat niet werkt, hè, die bepampering, want dat is er inderdaad... Ja, inderdaad. Dus die transfers, dat werkt niet. Dat houdt de mensen een bepaald inkomen, maar dat is een hypotheek op de toekomst. Zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië. En dat laten inzien, want wij gaan ook in gesprek met mensen vanuit Wallonië. Onlangs hadden wij een befaamde econoom van het instituut Destree, die is bij ons komen praten, in het Frans. Dat is geen probleem, absoluut niet. Ja. En die man zegt dus ook hoe dat de zaken in elkaar zitten. En wij luisteren daarnaar. Maar ja, die beseft ook wel dat het moet veranderen. Oké, ik heb echt eigenlijk best wel wat vragen, maar misschien heel even uitzoomen of sowieso het verhaal een keer omdraaien. Zijn er vandaag ook, en vandaag misschien ook gewoon historisch gezien of vandaag of toekomstig, maar ook voordelen aan die toch zo dicht bij elkaar te houden? Absoluut, je bent buren en je blijft buren. Hè. Als Vlaanderen nu onafhankelijk zou worden of zelfstandig zou worden, want onafhankelijk is misschien een woord, je bent nooit onafhankelijk. Hè. Dus iedereen is van iemand afhankelijk. Ja, we zijn allemaal verbonden met elkaar. En als het Wallonië goed gaat, dat is in het voordeel van Vlaanderen. Dat is onze gebuur. We drijven heel veel handel met Wallonië, zijn met ons natuurlijk. Dus hoe beter het gaat met Wallonië, hoe beter het zal zijn voor Vlaanderen. Dus absoluut. Dus, maar nog steeds niet binnen de huidige structuur. Het is niet zo dat binnen dat de huidige structuur ons verlamt, de huidige Belgische structuur. Bijvoorbeeld arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt, dat moet dan één arbeidsmarkt zijn. Dat kan toch niet? Je hebt een heel andere situatie in Wallonië dan in Vlaanderen. En toch wil men dat allemaal maar in de groep van 10 en VBO en wat weet ik allemaal. Men wil dat kunstmatig allemaal samenhouden. En daardoor verhindert men Wallonië van vooruit te gaan. En men dwingt Vlaanderen van een hoge mate aan solidariteit te geven die eigenlijk op termijn niet houdbaar is. Want het is niet alleen die transfers van 7 miljard euro, maar heel de staatsschuld die opgebouwd geworden is, die nu naar de 500 miljard euro gaat, die is voor het overgrote gedeelte komt die van de moeilijke economische situatie in Wallonië. Dus dat is niet houdbaar. Het IMF zal op termijn, en dat kan sneller gaan dan dat we denken, want we zijn nu de slechtste leerling van Europa geworden. De slechtste leerling van Europa in staatsschuldtermen, in begrotingstekorten, in overheidsbeslag. Het IMF en andere instanties, die zullen komen. Hè. Die zullen zeggen, sorry, maar je moet zoals in Griekenland de tering naar de nering zetten. En wij denken vooral vanuit Pro-Vlaanderen, we zijn ook al een beetje op leeftijd, ik het toch zeker, jullie niet. We zijn al wat op leeftijd en zo. Waarvoor doe je dat dan? Toch voor de volgende generaties al. Als je kinderen en kleinkinderen hebt, dan moet je daar ook mee bezig zijn. En ik vind die jonge generaties, die zouden eigenlijk moeten op straat komen. Want die zijn daar eigenlijk te weinig mee bezig, omdat ze er misschien ook wel een beetje te weinig van weten. Ja, en ik denk ook nooit, hoe moet ik het zeggen, de status quo onderschatten. Hè? Zodra dat iets is, denk wordt het beschouwd. Dat is niet verworven voor altijd. Hè? Nee, voilà. En ik zeg niet wat dat precies over Vlaanderen of België gaat, maar gewoon in general, als iets is, dan denk je van oké, dat is normaal en het zal wel zo blijven. Ja. Maar dat is met niks. Allee. Alle dingen veranderen voor goed, voor better or worse. 100 jaar of 150 jaar geleden was Vlaanderen een hele agrarische, maar ook zeer arme streek. Ja, er zijn toch duizenden, tienduizenden zijn naar Wallonië gegaan om werk te hebben. Dat was een heel arme regio. En vandaag zijn we welvarend met de havens en wat weet ik allemaal. Maar
overmorgen kan dat anders zijn. Hè? Maar misschien moeten we blijven samenwerken, zodat als wij terug arm worden, dat Wallonië misschien terug rijk is en ons kan redden. Maar, ik vind dat je solidair moet zijn altijd met elkaar, hè? Maar die solidariteit die moet wel gekoppeld zijn aan voorwaarden en aan condities. En je kunt ook niet een solidariteit opleggen. Vandaag wordt dat opgelegd aan Vlaanderen. Ik denk dat je een solidariteit moet zeggen van oké, ik wil solidair zijn met iemand anders. Het moet een keuzemogelijkheid zijn en dat moet gekoppeld zijn aan voorwaarden. Maar politiek is natuurlijk niet zo eenvoudig. Nu, ja, je hebt al gezegd, ik weet ook niet in hoeverre dat je dat kent, dus als je zegt dat dat iets minder de dat is zeker fijn. Maar hoe ziet dan zo'n model eruit? Want inderdaad, je blijft altijd buren. Er is nu ook een staat, België bestaat, er is een staatsschuld, etcetera, etcetera. Dus niemand kan morgen wakker worden en zeggen, zoals je zei, Vlaanderen onafhankelijk. Dus dat zal 100% niet het scenario zijn. Maar is het dan veel eerder bevoegdheden gaan overtillen? Dat is ons einddoel is wel ergens als pro-Vlaandria van Vlaanderen onafhankelijk. Maar wie krijgt dan de 500 miljard schuld? Dat is een vraag. Dat is een heel goede vraag. Wat doet je dan met die 500 miljard schuld? Je zou het kunnen zeggen, van die schuld is er gekomen door Wallonië, dus Wallonië krijgt die schuld. Maar zal dat niet zijn. Daar zijn scenario's mogelijk. Daar zijn ook al denktanks die zich daarover bezighouden. Want ze zeggen, we gaan die schuld misschien ergens federaal houden, ergens afzonderen. En wat dan nu daarna Vlaanderen en Wallonië aan schuld maken, daarvoor zijn ze zelf verantwoordelijk. En die gezamenlijke schuld, die een grote pot, daar moeten ze dus in de loop van de tijd proberen, zoals een beetje de Dexia, Dexia Belfius, een soort van bijtschuld die daar is en die je probeert van over tijd dan niet meer te laten aangroeien, maar langzaam af te bouwen over misschien 20 jaar tijd of wat dan ook. Maar dat het zo niet kan verder gaan. Allee, als de schuld elk jaar stijgt, zoals nu het geval is, de federale overheid moet nu 50 miljard opnieuw gaan financieren. Omdat je interesse moet betalen, maar ook omdat er schulden zijn die vervallen en die opnieuw moeten gefinancierd worden. Aan een nieuwe interest nu. Stel, we betalen 7, 8 miljard aan interest jaarlijks. Aan een interest van 2%. En als die interest nu 5% wordt, dan wordt dat maal 2,5. Wie gaat dat... Wij denken, en misschien ben ik daar een beetje pessimistisch in, maar dat heeft ook wel wat te maken met de energiecrisis, met de toestand van onze industrie vandaag en zo. Ik denk dat we, als wij niet oppassen, dat we aan het afstevenen zijn toch wel op een serieuze verarming. Ja. En het is de moment om daar nog iets aan te doen, op dit moment. Niet binnen 10 of 20 jaar, dan zal het te laat zijn. Ja, ik denk, waarschijnlijk heb je wel een punt, want of dat nu aan Vlaanderen-Wallonië-dynamiek ligt of niet, het is wel een thema dat je vandaag dat je uit meer en meer invalshoeken hoort, gewoon in general, dat we toch wel onze welvaart... Als we lange termijn welvaart willen blijven, waar we ook moeten interveneren, dat weet ik nog niet zozeer, maar er moet duidelijk wel iets gebeuren. Als je geld uitgeeft, en je hebt de keuze tussen, je kunt het uitdelen aan de mensen. Dan is het alsof je vis geeft aan de mensen. Het is toch beter van de mensen te leren vissen. Ik denk dat een goede beeldspraak is. Leer de mensen vissen, leer ze ondernemen. Investeer in infrastructuur, in mogelijkheden van te ondernemen. Maar deel het geld niet gewoon uit voor consumptie. Want dat is uiteindelijk maar gewoon een pleister op de wonden. Voilà, en dat kan niet blijven duren. Hè? Dat klopt. Ja. Nu, op zich, ik weet dat we vandaag best wel wat geld krijgen vanuit de federale regering en naar Vlaanderen. Maar ik weet natuurlijk niet hoe heel die oefening eruit ziet. Maar... Ja. Ik weet niet of u dat weet, maar ik ken Vlaanderen... Maar dat is een van de grote problemen. Ja. Vandaag is alles dotatie. Ja. Men spreekt dan van een federaal land en de regio's die doen hun ding en die hebben grote bevoegdheden enzovoort, maar ze hebben geen financiële bevoegdheden, of heel beperkte. Gaat kijken naar landen zoals bijvoorbeeld Schotland, daar heeft men toch ook een onafhankelijkheidsstroming. Daar is 50% van de belastingen worden geïnd door Schotland zelf. Hier, Vlaanderen, Wallonië... 15% misschien. En al de rest wordt federaal geïnd, vernootschapsbelasting, personenbelasting, en wordt dan dotaties gegeven. Maar dat is niet hetzelfde. Als je uitgaven hebt en inkomsten, en je bent verantwoordelijk zowel voor de uitgaven als voor de inkomsten, dat is zoals een gezin werkt. Hè? Ja. Je moet ook zorgen dat je verantwoordelijk bent voor je uitgaven, maar ook voor je inkomsten, en dat dat ergens een beetje in balans is. Hè? Ja. En dat is vandaag niet het geval. Dotaties, dat is... En daarom de Vlaamse regering ook, die geeft subsidies. Overal subsidies. Ja, waarom? Maar... Omdat ze geen andere middelen heeft. Ze kan niet anders. Ze krijgt geld vanuit het federale, een dotatie, en dan deelt ze dat geld uit. Hè? Wat bedoelt u met dat laatste? Van, ze kan niet anders? Wat zou ze anders dan doen? Zelf belastingen heffen. Zelf belastingen heffen. Ja. Dan heb je eigen inkomsten, en dan ben je ook verantwoordelijk voor eigen inkomsten in evenwicht met eigen uitgaven. Vandaag zijn het dotaties. Ja, kijk. Het is meer budget-wise. Oké, en
Misschien even, tenzij dat je een zespunt te maken, maar we hebben nu de tegenstelling die altijd heel prominent aanwezig is, is dan ja, Vlaanderen-Wallonië. Maar zelden hoort je in dat gesprek Brussel. Mm-hmm. Brussel heeft inderdaad heel veel uitdagingen, ontegensprekelijk, maar is volgens mij toch ook wel een aantal, heeft toch een solide basis, zeker binnen de Europese Unie, voor een aantal andere positieve effecten as well. Dus hoe ziet dat eruit? Ja, dat is een goede vraag, hè? Want Brussel dat is heel complex. En men zegt dan dikwijls, ja, en onafhankelijkheid van Vlaanderen en zo verder, dat zal niet gaan omwille van het complexe systeem van Brussel. Maar ik denk, als Vlaanderen zijn eigen ding kan doen, hè, dan moet Brussel ook zijn eigen ding kunnen doen. Maar dan ga je eigenlijk naar een drie-relatie? Ja, of? Dan ga je aan een soort drie-relatie. Je hebt dan twee grote entiteiten, Wallonië en Vlaanderen, en je hebt een derde entiteit, misschien een stadsstructuur, een hoofdstad of een soort Washington DC, die natuurlijk een goede verhouding ook moet hebben met Vlaanderen en met Wallonië. Want vandaag investeert Vlaanderen heel wat, verschillende miljarden euro, per jaar in onderwijs, cultuur en zo verder in Brussel. Mm-hmm. En ik denk die een band ook met de Vlamingen die in Brussel wonen, die een band moet ook op de een of andere manier behouden worden. Maar nog eens, in goede nabuurschap moet dat mogelijk zijn. Brussel was 100 jaar geleden, of 150 jaar geleden, was een Vlaamse stad. Vandaag is het natuurlijk een... Maar ook geen Franstalige stad meer. Er worden 180 talen gesproken in Brussel. Mm. En dus ik heb de indruk, de stellige indruk, als ik kom toch veel in Brussel, niet wat de administratie betreft, zeker niet, maar er wordt meer Nederlands gesproken in Brussel dan 20 jaar geleden. Ah, ja. Vandaag. Ja, het onderwijs in Brussel is van een goede kwaliteit. Het onderwijs gaat misschien wel achteruit in niveau en zo, maar in Brussel is het onderwijs, het Vlaamse onderwijs, toch altijd in kwaliteit nog een pak beter dan het Franstalige onderwijs. En stel nu, gewoon gedachte-experiment, ik ga misschien wat snel over dingen, hè, maar ik vind het wel interessant om er even zo door het verhaal te gaan. Morgen worden we allemaal wakker, we hebben allemaal amnesia, hè, dus ik kan niet opkomen, ja, onze gedachten zijn weg. En anyway, we worden allemaal wakker en het is exact dat. Dus ja. Vlaanderen bestaat, Wallonië bestaat, ja. Brussel bestaat, ja. Allemaal apart, burenrelatie, et cetera. Maar waarschijnlijk gaan er dan ook een heleboel dingen niet werken. Maar we weten niet dat België nooit heeft bestaan. Zou je dan op een bepaald moment niet per ongeluk terug tot een België komen en je zegt, we zijn nu zo'n goede buren, zouden we niet wat meer dingen samen doen? Wat zou er niet werken? De cultuur is toch... Ik wil het niet. Wat zou er niet werken? Je kunt altijd afspraken maken met elkaar. Ja. Dus Denemarken is een land van 6 miljoen inwoners. Vlaanderen is een land vandaag met 7 miljoen en meer dan 7 miljoen. Inwoners, waarom ze dan niet werken? Kijk naar Zwitserland, hoe dat kantons daar met elkaar samenwerken, maar zeer onafhankelijk zijn. Elk kanton kan zijn eigen belastingen bepalen. Elk kanton heeft eigenlijk een beetje zijn eigen infrastructuurmogelijkheden en zo verder. Waarom zou je niet kunnen werken? Ik denk dat we meer en meer gaan in Europa naar het Europa van de regio's, van de volkeren. Mm. En niet zozeer het... België is altijd een gekunstelde... staat geweest, omdat men geprobeerd heeft van de lage landen, de Verenigde Nederlanden, was misschien wat te machtig en te groot, en Frankrijk en Engeland en Duitsland zagen dat misschien ook beetje niet graag. Bufferzone. Voilà, inderdaad, maar ik denk dat daar een staat bestaat nooit eeuwig. Als je kijkt naar Tsjechië en Slowakije, en dat is wel eigenaardig, en dat is misschien interessant om even te belichten, Slowakije was het armere gedeelte. Tsjechië was het rijkere gedeelte. Maar op een bepaald moment konden ze geen federale regering meer vormen. Het was een tijd na het val van het communisme en dergelijke. Mm-hmm. Ze konden geen federale regering meer vormen, omdat ze te veel verschilden in opties, in strategie. En dan hebben ze gezegd, laat ons uit elkaar gaan. En ze zijn vreedzaam uit elkaar gegaan en ze werken nu heel goed samen. En de crux is dat Slowakije vandaag in welvaart bijna op het niveau van Tsjechië staat. Veel auto's komen van Slowakije, niet alleen van Tsjechië, maar ook van Slowakije vandaag. Dus die regio die heeft een dynamiek gekregen om te zeggen, we gaan er zelf voor. Hmm. En ik snap niet dat men in Wallonië, en zeker de Walen, dat zijn toch ook... Kom aan, die mensen, dat zijn fiere mensen. We zouden een appel moeten doen aan hun trots en aan hun fierheid om aan ook hun eigen economie en hun eigen maatschappij te werken. Waarom zouden zij moeten komen zeggen wat wij in Vlaanderen moeten doen en omgekeerd wat zij in Wallonië moeten doen? Iedereen zijn dynamiek creëren en zeker samenwerken voor een aantal dingen op Europees niveau, absoluut. Ja, ja. Dus wat leger betreft en dergelijke kun je samenwerken. Ja. 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 Oké, en stel dat de meerderheid er nu over eens is dat dat inderdaad het systeem is waar we naartoe moeten, wat zouden dan de eerste stappen zijn om dat waar te maken? Hè? Stel, we hebben niet die amnesia en we moeten er nog naartoe raken. Ja, we hebben daarover onlangs, ik heb het verteld, een mooi congres gehad met mensen uit, professoren uit Schotland, uit Catalonië, want daar hebben ze natuurlijk moeilijkheden gehad, hè? Dus in Catalonië. Dus omdat ook maar natuurlijk een kleine regio is binnenin het grote Spanje en zo, met de mensen van Tsjechië en Slowakije gesproken, met Zwitserland ook en zo. Wat je eerst en vooral moet hebben natuurlijk, is bewustwording.
In het Vlaamse parlement zou je al een meerderheid moeten hebben om in die richting te gaan. In de richting te gaan van meer autonomie, zelfstandigheid, onafhankelijkheid. Mm-hmm. En dan natuurlijk ook de publieke opinie moet ook mee zijn. Op dit moment kun je daar natuurlijk vraagtekens over stellen. Hè. Is die publieke opinie mee? Is die publieke opinie zich... Het gaat ons niet over... Die onafhankelijkheid, dat is geen... Hoe zal ik zeggen? Dat is geen doel, dat is een middel. Mm-hmm. Dat is een middel om te komen... naar een betere economische structuur, naar een betere rechtvaardige maatschappij. We zeggen in Vlaanderen, we hebben te weinig geld voor een aantal sociale noden. Ja, maar als wij minder transfers hebben en als we minder solidariteit moeten opbrengen met Wallonië, dan kunnen we die gelden daarvoor inzetten. Mm-hmm. Dat wil zeggen, als Wallonië het zelf beter doet, uiteraard. Hè, want wij willen ook solidair zijn, uiteraard, met Wallonië. Oké. Okay. En je zegt dan inderdaad, het is een middel. Maar hoe bereiken we dan dat middel? Door sensibilisatie, door draagvlak te creëren, door de mensen daarop op aan te spreken. Zeggen van, kijk, zo kan het niet verder. Ja. Ik denk dat iedereen tot dat besef wel komt, al die discussies in die Vivaldi-regering, die eigenlijk elke dag en elke week discussie heeft, maar eigenlijk niks realiseert tot nu toe. Geen hervorming van de pensioenen, geen hervorming van de arbeidsmarkt, niks doet aan de financiële perikelen van het land, niks doet aan ongecontroleerde migratie, ook niet. Al die thema's die blijven maar liggen, schuiven we allemaal voor ons uit. Het is tijd, denk ik, om te veranderen. En wij moeten de mensen proberen te sensibiliseren in die richting. Te overtuigen dat dat sociaal-economisch beter kan en absoluut anders moet. Anders gaan onze kinderen en kleinkinderen het veel minder goed hebben. Want het is zoals u zegt, hè, dat is niet verworven. Hè? Dat het ons vandaag nog redelijk goed gaat, dat de mensen er nog redelijk goed voor staan. Zeker in Vlaanderen, maar dat is niet verworven. Ja, allemaal... Allemaal wat pittig, hè. Ja, ik vind het gewoon een interessant gesprek, omdat ik heb het al eens een paar keer gezegd op de podcast zelf ook. Ook als we zo naar Vlaanderen kijken. Ik ben, daar hebben we het ook al veel over gehad, eerder wereldburger of whatever of mens dan dat ik andere zaken mij toe-eigen als identiteit. Maar in die end, als je mij zou categoriseren van buitenaf, zonder mij iets te vragen, dan zou je waarschijnlijk wel de conclusie stellen, inderdaad, dat ik een praktische Vlaming ben, om het zo te zeggen. Puur, ik spreek Nederlands. Ik spendeer waarschijnlijk veel tijd in Vlaanderen, om het zo te zeggen, et cetera, et cetera. En dat is ook wel een interessante vraag. Hè. Gesproken over die publieke opinie daar, van hoe hard is er nog een Belgisch gevoel? Maar niet te emotioneel, maar gewoon ook praktisch. Ja. Hè. Hoe vaak spendeert men tijd in Wallonië, et cetera? Mm-hmm. En ik moet toch wel concluderen, als ik gewoon kijk naar mezelf, dat eigenlijk... veel te weinig is, gewoon in general. Dus oftewel vind ik dat ik meer daar moet komen. Oftewel, inderdaad, zeg je eigenlijk van ja, ik zie inderdaad ook wel een verschil, ook naar een beetje cultuur toch, of naar het gevoel dat je één land bent of zo. Maar misschien is dat overal, hè? Dat weet ik nu niet. Ja. Ja, ik denk dat je daar wel een terecht punt hebt. Onlangs was er iemand van de Waalse politieke commentatoren, ik denk dat het Christophe de Borsu was, die zei, op de tv zei van... Oh, in Wallonië, eigenlijk, we zijn zo niet bezig met die staatsschuld zo en die begroting, dat interesseert ons zo niet. Dan denk ik, jammer. Wij moeten wel bijpassen wat er eigenlijk ginder aan tekorten zijn. Hè? En ik weet niet of je het boek gelezen hebt, een heel interessant boek, Reset, van Mark Elgardis. En die zegt ook... We nog een opname. Die komt toch uit een zeer onverdachte hoek, eigenlijk. Hij komt uit de linkse hoek en dergelijke. Wordt nu door links een beetje verguisd, maar goed. Die man heeft toch een zeer, zeer interessant boek. Ik heb het ook gelezen. En die zegt, ja, Belgische identiteit, ik zie die niet. Hè. Misschien af en toe bij de voetbal en rond frites en zo en rond chocola, maar ik zie die niet. Ik zie wel ergens een gemeenschappelijke Vlaamse identiteit. En dat wil niet zeggen dat je je opsluit en dat je krampachtig zegt, oh, er mag hier niemand niet binnenkomen en we leven alleen op onszelf en zo, bijna als een stam. Nee, in tegendeel, je kunt je openstellen naar de wereld toe, maar je hebt wel je identiteit, je wortels, je roots. Hè. Je moet eigenlijk wortels hebben om echte wortels hebben om te kunnen uitvliegen. Ik denk dat dat een goed beeld is. Wortels hebben en dan kun je uitvliegen. En dan kun je ook ergens altijd naartoe komen. En ik denk dat hij ook inderdaad, die Belgische identiteit, een beetje is wat ik bedoel. Nogmaals, ik bedoel het echt niet emotioneel of mijn eigen identiteit. Maar ik denk inderdaad dat ik eerder per ongeluk Vlaming ben, maar echt per ongeluk, expres gebruik dat woord, dan per ongeluk Belg, om het zo te zeggen. En ik vind dat interessant. Ik weet gewoon niet, maar ik vraag me dan af, wij zijn een zeer klein land, is dat misschien overal, hè? Want in Duitsland kan ik mij ook wel inbeelden dat bepaalde regio's zich eerder een bepaalde regio voelen dan Duitsland. Bayern bijvoorbeeld. Dus, dus mijn vraag is dan, is dat dan specifiek aan België door onze structuur, of is dat eigenlijk een algemeen gevoel? Ja. Dat natuurlijk, je hebt dan één taal, hè? In Duitsland, iedereen spreekt Duits. Er zullen zeker wel wat accenten zijn. Absoluut, er zijn ook dialecten, zoals wij onze dialecten hebben, maar hier is al twee talen, dat schept toch al een groot verschil eigenlijk. Waar, hè? Dat zeg je ook. En ik vind, een staat, wat moet een staat doen, wat moet een overheid doen? Die moet zorgen voor zijn burgers. Hij moet zorgen voor zijn burgers. Goed zorgen voor zijn burgers. Zorgt België goed voor zijn burgers? Denk het niet.
Als je zo'n grote staatsschuld opbouwt, als je zo'n grote tekorten hebt, waar dat men u catalogeert als slechtste leerling van Europa, zijt je niet goed bezig. En je ziet dat aankomen, je ziet die trein op je afkomen, en je ziet, maar enfin, waarom doen we daar niks aan? Waarom gaan we niet ieder voor een stuk zijn eigen weg, maar in goede afspraken? Als de PS zegt, wij willen dat doen, doe. Als N-VA of Vlaams Belang zegt, we willen dat doen, oké. Okay. Heb je daar een meerderheid voor in Vlaanderen, doe dat dan. Heb je daar een meerderheid voor in Wallonië, doe dat. Maar zorg zelf voor uw huishouden zoveel mogelijk. En natuurlijk, als je vandaag een regio hebt die achterloopt, zoals Wallonië, absoluut, dan is solidariteit noodzakelijk. Maar spreek dat onder elkaar af. Oké, okay, open vraag. Je hebt inderdaad zo, ja, nu, hè, dan Vlaanderen, als je het dan zo wilt categoriseren, inderdaad, hè, doe het beter dan Wallonië. Laten we ook even economisch zeggen dan. Is er misschien ook iets te zeggen voor het feit dat we dan toch binnen de huidige structuur dat kunnen oplossen? Net zoals dat je toch zegt van ja, Vlaanderen afhankelijk van, maakt eigenlijk niet uit. Ik bedoel, we kunnen dat ook oplossen nog steeds in de huidige structuur. Of is het echt onoplosbaar? In de huidige structuur denk ik dat het niet op te lossen is. Dat is mijn overtuiging. In de huidige structuur. Mm-hmm. Hè, als je niet gaat naar fiscale, financiële responsabilisering. Je zegt van we geven die gewesten, we geven die regio's, Wallonië, Vlaanderen, zoveel mogelijk autonomie. Als je dat niet doet, is het volgens mij niet op te lossen. Ja, dat dan niet gaat van vandaag op morgen, dat geloof ik. Maar nog eens, als men zegt bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering, oneindig in de tijd. Daar staan de Franstaligen voor de grote meerderheid achter. In Vlaanderen is men geneigd om te zeggen, ja, maar na enkele jaren stoppen we daarmee, want we moeten de mensen een incentive geven om te werken. Wallonië zegt men, het verschil met allemaal de sociale uitkeringen enzovoort, het verschil is zo klein tussen gaan werken en niet werken, dat je bijna geneigd bent om niet te gaan werken. Kun je dat die mensen kwalijk nemen? Nee, maar die systemen die dat brengen, wel. En dus daar zegt Vlaanderen toch van, ja, maar sorry, wij willen een andere weg opgaan. En Wallonië zal die een andere weg ook moeten opgaan, maar zolang dat er een overdreven solidariteit is in die richting die dat voedt, gaat men dat niet doen. En dus de huidige structuur, denk ik, gaat dat nooit voor elkaar krijgen. Dus we zijn verplicht van naar andere structuren te gaan. Wij moeten dit concept gewoon herdenken. En natuurlijk zit je met die staatsschuld van vroeger en daar moeten oplossingen voor komen en die zullen we samen moeten uitwerken. Ja, het is boeiend. Ja, oké. Okay. Volgvraag? Ja, sorry. Waarom denk je dat er in Vlaanderen specifiek zo'n gevoeligheid ligt rond dat topic? Want ik merk dat met mezelf ook. Hè. Je bent altijd voorzichtig als je erover spreekt. Ook al bedoel je daar niks mee, zoals we nu ook... Je bedoelt over Vlaamse identiteit of ja, over Vlaams bewustzijn? Of, Nee, maar dat is dan weer zo. Maar misschien is dat de reden. Hè. Dat is inderdaad zo dat emotioneel nationalisme voor Vlaanderen specifiek, zonder per se het praktische eraan. Mm-hmm. Maar misschien is dat antwoord. Hè. Maar ja, je hebt toch het gevoel als je inderdaad zegt van ah ja, we moeten die regio's opsplitsen. Maar sorry, dat creëert toch zo van... Ik weet dat niet. Dat creëert precies zoiets... zo wel precies ongemakkelijk. Een ongemakkelijk gevoel, ja. En de vraag is, waarom is dat? Ik vraag me dat oprecht af, hè. Ik weet niet... Ja. Dat is een heel goede... Je kunt het als vrienden uit elkaar gaan. Ja, natuurlijk. En dat is ook het beste scenario. Uiteraard, je wilt niet naar geweldscenario's en dergelijke gaan. Je wilt als vrienden uit elkaar gaan. Waarom is dat zo? Geen vechtscheiding. Ik denk, absoluut niet. Ik denk dat het zo'n beetje... bon ton is, hoe moet je dat zeggen, in bepaalde midden zo van dat Vlaamse identiteit een beetje in het belachelijke te trekken. Maar die Belgische identiteit die zou dan wel goed zijn. Dus je mag bijna een Belgische nationalist zijn, maar geen Vlaamse nationalist. En dat vind ik eigenlijk gemaakt kunstmatig. Eigenlijk, hè. En daar is een bepaald establishment en mensen die dan denken in alles moet multicultureel zijn, wat volgens mij een onmogelijkheid is. Je kunt zeker gerust met andere culturen in contact komen en uitwisseling doen, absoluut. Maar multicultureel naast elkaar leven allemaal en zo verder. Ik denk dat daar grenzen aan zijn, daar kunnen we het ook nog over hebben. Maar dat is zo'n beetje bon ton, maar dat is bon ton vooral bij de mensen die het vandaag redelijk goed hebben. En die zeggen, oké, ik noem ze dikwijls de bobo's. Hè. Ja. Dus de bourgeois bohemiens, als je wilt. Hè. En die is dan een beetje zo... denigrerend kijken naar dat Vlaamse, hoewel dat louter financieel, economisch, als je alles de facts en figures op een rijtje zet, dan is er geen andere mogelijkheid. Mm-hmm. Oh ja, en dat moet men vroeg of laat zal men dat moeten inzien. Het is spijtig dat dat laat zal gebeuren door de crisis nu, de inflatie die er komt, energiecrisis, gaat dat nu versneld worden. Maar ik vind dat spijtig dat men in tijden waar het beter gaat, dat huiswerk niet maakt. Mm-hmm. Ja. Ook vrij recent nog over gehad. Waarom zo lang wachten totdat eigenlijk het mes op je keel staat? Hey, waarom niet vroeger nooit beginnen? Nooit voorbereid op een crisis, inderdaad. Nee, en toch zou je dat kunnen. Wanneer moet je je dak herstellen?
Ja, in de zomer, hè, niet in de winter. Hè. Mm-hmm. In de zomer als de zon schijnt. We hebben wel de neiging om precies ofwel in een crisis te zitten of een crisismentaliteit te hebben, waardoor, ook al gaat het goed, dat mensen dan toch zeggen, maar nu gaat het net goed, dus nu kunnen we terug meer delen. Ja, eigenlijk moet er een beetje een schatkist terug. Heel veel op korte termijn wordt er gedacht, hè. Er wordt heel weinig op lange termijn gedacht. Dat is heel spijtig. Zo zie je dat, vooral in die crisissen ook. Ja. Hè. Die paar honderd euro dat ik nu krijg, voor mijn energierekening, ja, dat is een pleister op de wond. Ja, maar maakt dat een verschil? Ja. Uiteindelijk niet. Ja. En het kost uiteindelijk inderdaad wel heel veel. En het draagt meer bij aan de negatieve... Ja. En het kost miljarden aan de overheid. Dat is trouwens de kritiek die ook het IMF, die dus ook Europa geeft aan deze regering. Mm-hmm. Ze gooit met het geld eigenlijk naar iedereen. De mensen die het nodig hebben, maar ook diegenen die het niet nodig hebben. En die zeggen, kom aan, we zijn toch niet Sinterklaas van de 1 januari tot de 31 december. Dus, dus, en daar zou, denk ik, de jeugd, de jonge mensen, we proberen wij ook, we hebben een Pro-Flandria jongerenwerking ook opgericht en zo, om daar meer bewustwording rond te creëren. Ja. Niet omdat wij tegen iets zijn, nee, wij zijn voor de welvaart van Vlaanderen en voor de welvaart van Wallonië, maar wij denken dat de huidige Belgische structuur zich daartoe niet leent. Oké. Nee, maar daarom dat ik dat een interessant gesprek vind, als je dat rationeel voert. Want daar, ja, zelf vind ik altijd als zo over de emotionelere identiteit gaan, dan vind ik dat complex, niet mijn ding. Maar als het inderdaad gewoon gaat van, what is the best, just from a rational perspective, dan ben ik wel van om dat gesprek te voeren, puur omdat ik denk dat dat gesprekken zijn die dan moeten gevoerd worden. Ook al zou dit gesprek luid gevoerd worden en zou de conclusie zijn, we gaan het niet doen omdat X, Y en Z, maar dan is het, een conclusie. Dan absoluut. Is het een conclusie. Zeker dan. En nu zeker dan. Moet ik wel bekennen dat het gesprek iets te veel vermeden of zoiets wordt. Ja, absoluut. Het wordt vermeden, het wordt ook direct in een bepaalde hoek gezet. Hè. Als je een beetje Vlaams gezin bent, dan wil men u al direct in een hoek zetten van je bent niet verdraagzaam enzovoort. Terwijl dat absoluut niet waar is. Mm-hmm. Wij proberen als Pro-Flandria die dingen gewoon in dialoog met elkaar te bespreken. Het zou misschien interessant zijn in een podcast te doen met iemand vanuit Wallonië en iemand van hier, dus kunnen we misschien wel eens doen. Dialoog, hè. Ja, mag ik een zijsprongetje maken? Tuurlijk. Je zei er juist iets over multicultureel samenleven. Ja. Daar zijn volgens u grenzen aan. Hè? Ja. Dus dat is niet volledig mogelijk, maar toch wel tot een bepaald punt. Ja. Kunt je daar een beetje over? Absoluut, absoluut. Als ik kijk naar de migratie en hoe dat de migratie gelopen is, dan denk ik dat die helemaal verkeerd gelopen is voor een stuk. Okay. Dus migratie, bepaalde groepen, als ze naar hier komen, denk ik dat je de mensen moet de kans geven om ook te integreren. Hè? Uiteraard brengen ze een stukje van hun cultuur mee. Mm-hmm. Dat wil je niet dat ze dat overboord gooien. Mm-hmm. Maar je wilt toch ook wel dat ze zich integreren, de taal leren en zo verder. Hè? Ik heb onlangs nog onderwijs gegeven aan volwassen onderwijs, waar ook mensen met een migratieachtergrond bij waren. En sommigen die spraken perfect Nederlands, ze waren perfect geïntegreerd. Mm-hmm. En anderen helemaal niet. En het verschil lag dikwijls in wanneer zij hier komen en met de gezinshereniging en ze gaan terug hun eigen kringetje opbouwen en bijna, als ik dat zo mag noemen, denigrerend een beetje een ghetto opbouwen, ja, dan komen zij niet in contact met Vlamingen, met Vlaanderen en zo verder. Dan blijven ze op zichzelf leven. Dus ik denk ook met die gezinshereniging en zo verder, dat men dan met goede bedoelingen daar stappen gezet heeft die veel te snel geweest zijn, waardoor men grote groepen in Antwerpen, maar zeker ook in Brussel, die leven op zichzelf, die hebben hun eigen gewoontes gekweekt en zo. En je kunt dan je voorstellen dat mensen van onze origine die daar wonen, dat die zeggen, ja, sorry, maar ik herken mijn wijk niet meer, ik herken mijn streek niet meer en ik ga dan toch wel proteststemmen daartegen uitbrengen. En voor mij is die migratie op die manier, zoals ze nu gebeurt, ongecontroleerd. Ik denk dat niet oké is. Waarom komen er per maand ongeveer 3000 migranten naar hier en 30 naar Portugal, heb ik gelezen. Nou, waarom? Omdat wij waarschijnlijk ook te veel systemen hebben die dat dan aantrekken. Hè? Die mensen, het zijn veel vluchtelingen. En je moet die mensen, als ze dus hier zijn, moet je ze absoluut ook een onderdak geven en zo. Maar wij kunnen ook niet alle migratie van de wereld opvangen. Het moet iets opvangen. meer gestructureerd bemiddeling zijn om de cultuur te laten samenleven. Absoluut. Eigenlijk. Wat ze nu doen in Denemarken, wat ze nu doen in Zweden, en dat zijn dikwijls socialistische regeringen die zeggen van kijk, wij gaan die migratie controleren. Hè. Je moet al beschikken over dat en dat en dat in conditie, voorwaarden, bepaalde opleidingen hebben en zo verder voordat je kunt beginnen. Hetzelfde geldt in Amerika, in Canada, Australië. Waarom willen wij dat hier allemaal anders doen? Als je dan kijkt dat sommige mensen die hier zijn als migranten, hè, dat die leeflonen en dergelijke krijgen, die dan van de orde van grootte zijn, waar dat sommige mensen die hun hele leven lang gewerkt hebben, als pensioentje hebben, dan kunt je je voorstellen dat die mensen daartegen in opstand gaan komen. Uh-huh, uh-huh.
Ja, ik denk ook dat is weer zo'n interessant gesprek. Omdat, ja, ik volg misschien niet alles wat je zegt, maar in essentie heeft dat ook weer twee kanten. Je hebt enerzijds zo het emotionele aspect, waar het dan heel hard weer gebonden is aan identiteit en heel dat cultuurvlak. Maar dan heb je natuurlijk ook weer, en daar zijn meningen over te vormen, maar dan heb je natuurlijk ook weer het praktisch gedeelte. En zelfs al zou alles perfect lopen en zelfs integratie ook echt perfect zijn, et cetera, op een bepaald moment moet je inderdaad ook gewoon besluiten ja, dat er een volumeprobleem of zoiets ja, is. Absoluut, ja, absoluut. En dan is dat gewoon van, ja, als je ook weer economisch kijkt, van oké, je kunt X, Y, Z... Wat kun je aan als gemeenschap, wat kun je aan als samenleving? Mm-hmm. En ik denk niet dat dat oneindig is. Ik bedoel, en dat moet gespreid zijn over Europa en dergelijke. En je moet de mensen ook ter plaatse in hun eigen land gaan helpen. Maar de vraag is dat een Belgisch probleem of is dat een Europees probleem? Dat is een Europees probleem, maar ik denk dat dit in België, waarschijnlijk ook voor een stuk wel in Nederland, omdat wij nu eenmaal sociale systemen hebben die goed gedacht zijn, met de beste ideeën altijd, van we moeten die mensen helpen. Maar ja, als je creëert daartoe een aanzuigeffect en dan komen er natuurlijk meer en meer naar hier en minder naar andere streken. Dus dat is niet in balans. Het Europese migratiebeleid, denk ik, werkt ook niet. Hè? Mm-hmm. Ja, daar ken ik me echt iets te weinig van om daar een goede mening over te vormen. Maar op zich, ik denk wel dat gesprek stilaan ook een beetje meer aan het leven is. Of, ik heb zo precies toch dat gevoel, los van het emotionele gesprek, hè, maar ook het rationele, waar dat ook inderdaad meer sociale gezinde ideeën, zeg maar, eigenlijk ook zeggen van... we moeten zien gewoon dat we het goed doen. Ja. Als we het dan doen, moeten we het goed doen. Maar niet gewoon absoluut. Zomaar. En ik denk ook een beetje tailor-made een beetje gaan werken. Hè? Want inderdaad, iemand dat naar hier komt als vluchteling van een oorlog, dat is een heel ander gegeven. Dat is een ander gegeven dan een economische vluchteling. Voilà. Inderdaad, absoluut. Ja, klopt. Ja. En daar zijn natuurlijk ook veel... Ik bedoel, daar wordt toch heel wat misbruik gemaakt ook. Hè. Daar zijn toch heel wat organisaties die zich bezighouden en veel geld verdienen met het overzetten van die migranten vanuit... Ja, dat is een hele illegale business. Waar veel geld mee gemoeid gaat, dat is een hele business geworden. En dikwijls zijn die mensen daar, die zijn daar de dup van. Hè. Want in de omstandigheden waardoor dat die dan moeten leven, dat is schrijnend. Mm-hmm. Ik bedoel, dat kun je... Als mens kunnen daar niet mee akkoord gaan. Hè? Ja, ik weet niet meer welk gesprek dat het was. En ook al, ja, nogmaals, ben ik niet zo fan van emotionele identiteitsbeleving in groepvorm of zo, om het zo te zeggen. Maar het argument was inderdaad wel van, kijk, wat wij dan zeker ook niet hebben en waar het dan natuurlijk negatief bijdraagt aan goede integratie en waar dat ook dan wel echt onze schuld is, om het zo te zeggen, is wel zo een soort van trots gevoel, om het zo te zeggen. Nogmaals, ik ben er niet per se fan van, maar de vergelijking was toen wel de American Dream, om het zo te zeggen. En dat daar echt wel hard leeft, want ja, Amerika is gebouwd op immigratie, dus natuurlijk. Er zijn modellen die zeggen van, alright, dat gaat. Integendeel, dat kan je zelfs de topper maken van de wereld. Ja. Maar daar leeft dan inderdaad toch wel een soort van ander model. Ja. Het zal allemaal niet perfect zijn. Hè? Dat zie je ook. Hè? Er zijn ook heel veel problemen. Maar dat er toch wel een ander soort model is of kijk om zo'n dingen goed te doen. Zelfs als we een soortgelijk volume hebben, dat inderdaad toch meer tot iets leidt. Maar als ik daar even mag op inpikken, ik denk dat het misschien ik maak er nu een karikatuur van, maar het misschien twee types zijn van laten we zeggen, mensen die migreren, buiten de oorlogsvluchtelingen uiteraard. Hè. Twee types zijn misschien dat er mensen zijn die zeggen, ik wil inderdaad een echt leven opbouwen, een beter leven, voor degenen die na mij komen ook. Ik wil dus gaan ondernemen in dat land en zo verder. Mm-hmm. En er zijn er denk ik ook anderen die worden gewoon aangetrokken door de redelijke condities die hier geleverd worden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk niet de bedoeling ook niet. Dus dan kunnen wij ook niet blijven onderhouden op termijn. Nee, maar zelfs nog voor de mensen die niet immigreren en hier zijn. Oh ja, voilà. Dus dat is inderdaad gewoon hetzelfde bekeken worden op dit moment. Hè. Ja, inderdaad. Ja, en dat is zo eigenlijk in general, hè, zij het nu immigratie of niet. Maar ik bedoel, er moet sowieso een soort van systeem zijn dat positieve bijdrage, zij het productiviteit of een andere soort inzet, hard beloond. Hè? En zij het dan in financiële middelen of andere zaken. Maar inderdaad, het is wel zo geven en nemen om het zo te zeggen. Je zou in het begin van iemand die hier aankomt, veel meer, denk ik, op materiële hulp moeten inzetten en minder op financiële hulp. En wat bedoelt je met materieel? Materiële hulp, zorgen dat die mensen een onderdak hebben uiteraard en dat ze eten hebben, dat ze over de basismiddelen beschikken om werk te gaan zoeken en zo verder. En minder naar financiële, want als men elke maand zijn financiële inkomsten... Niet de keuze laten om hun financiën uit te geven, wil je zeggen eigenlijk. Gewoon voldoen in de basisbehoeften. Ja, voldoen in de basisbehoeften, die materiële behoeften zijn toch. En minder naar... financiële middelen, waardoor ze eigenlijk... Ja, goed, zodat er ook geen verleiding is om dat eigenlijk... Om dat gewoon te continueren. Ja, inderdaad. Ja. Snap ik.
Ja, complex, hè. Complex. Super complex, hè. Ja. En dan nadenken. Krijg dat maar eens goed. Ja, maar ja, op ja. zich zou daar ook nu even misschien teruggaan naar ja, zo een beetje de rode draad van het gesprek. Zou daar een Vlaanderen, een Wallonië meer onafhankelijk-achtig, een positieve, bijdrage. Negatieve bijdrage? Ja, of zou dat hetzelfde blijven? Omdat, Ik denk dat wel. Ik denk dat daar ook de gevoeligheden anders liggen. Ik denk dat in Wallonië men meer geneigd is, men meer welwillend staat naar migratie. Alhoewel ik dan merk dat de meeste migranten naar Vlaanderen komen. Mm. Hè? Ook misschien omwille van economie en dergelijke. Hè? Mm. Dus maar ik denk wel dat je die gevoeligheden onderling hebt. En dat er een andere politiek, misschien een iets wat strengere politiek, wel in Vlaanderen zou zijn dan in Wallonië. Maar men zal dan altijd moeten zien dat die politiek ook gedragen wordt door het economisch gegeven ja. dat je hebt. Hè. Mm-hmm. Dus, ja, vooral ook mee inzetten om, zeker op dat migratievlak, van allee. Ervoor te zorgen dat er dat migratie geen noodzaak voilà, is. Ja. Allee, een voorbeeld. Ik hoor nu vertellen, het stond ook in de media, dat 80% van de Oekraïners die naar Nederland geëmigreerd zijn omwille van de oorlog, ja, allemaal werken. Ja, ik heb het ook hoe is dat bij op, ons? Hè? Hoe is dat bij ons? Ik zou durven opwedden dat het nog niet de helft is. Dat nog geen 40% zijn. Want nu vandaag hebben we de minister gehoord die zegt van ja, maar ze moeten zich gaan melden bij de VDAB. Hè? Ja. Allee, waarom zijn wij daar niet mee bezig? Waarom zijn wij daar al niet vroeger mee bezig? Omdat, ja, nog een beetje... Ja, zeg maar verder. De keel dus meer. Maar ik denk, denk dat er ook heel veel nog gaten zijn in de VDAB. En, want oké, die systemen zijn er wel en controles zijn er zo gezegd. Maar volgens mij is er ook, ik weet het niet exact, hè, ik weet het niet zeker, maar ook veel te weinig mensen om dat uit te voeren. Het begint dan al met een RVA is federaal. Een RVA is federaal. Ja, en de VDAB, dat is dan regionaal. En die twee moeten dan met elkaar, de ene is verantwoordelijk om te controleren, de andere is verantwoordelijk voor de werkloosheidsuitkering uit te keren. Mm-hmm. Dat is allemaal zo ingewikkeld. Ja, vakbond keert dan nog eens uit. Hè? Ja, als RVA doet het dan. Dat is allemaal zo ingewikkeld gemaakt. Men heeft altijd bevoegdheden overgeheveld, maar nooit volledig. Ja. Met gevolg dat je altijd een spagaat krijgt. De coronacrisis heeft dat ook aangetoond. Hè? Dus als je bevoegdheden overhevelt, hevelt ze dan volledig over. Mm. En dan ben je bevoegd. Want een gedeelde verantwoordelijkheid, een gedeelde bevoegdheid, dat is geen bevoegdheid. Hè? Daar ben je niet verantwoordelijk voor. Want je hangt altijd af van iemand anders die dat misschien anders inschat. Mm-hmm. Nee, dat is waar. Maar ik vind het inderdaad wel interessant. Ik weet natuurlijk niet de exacte cijfers. Want misschien was het gewoon in de media gekomen en heb ik een soortgelijk artikel gelezen. Maar inderdaad, van Oekraïners die in Nederland superhard werken. Stond en in België 80% werkt. Niet konden vaststellen of ja. zo. Voilà, dan wisten ze het niet. Zou het hier dan 11 zijn? Ik zou erop willen wedden dat het niet maar ik denk, het feit dat we het al niet kunnen berekenen... Ja, ik weet niet of dat volledig juist is met de krant. Nee, maar ik wil maar zeggen... Maar men zal in elk geval niet zo direct over die gegevens beschikken. En dat duidt al op het feit dat we daar toch niet echt mee bezig zijn. Ah, wel, dat is wat ik wil zeggen. Inderdaad, dat ze het al niet kunnen berekenen hoeveel. En een ander land. Men zal dat wel kunnen, maar dat men daar niet mee bezig is, wijst eigenlijk al op het feit dat je daar een tekortkoming hebt. En ook gewoon, ik denk, los van het feit waar het gevolg is van dat werken voor dan... betere financiële middelen of whatever, is dat ook dan terug op dat integratie-aspect enorm goed. Hè? Want als je natuurlijk werkt, dan ga je natuurlijk veel meer omringd zijn door andere mensen. En dan ga je gewoon buiten anders groepje waarin dat je per ongeluk zou blijven. En dat is net een superbelangrijk onderdeel, zeker. Denk ik. Zo breed mogelijk met verschillende profielen spreken. En dan absoluut. Dat is gewoon gezond. Mm, absoluut. Zelfs ook voor ons eigen, hè. Pas op, wat ik ook denk. Hè. Want we moeten natuurlijk ook niet... Want er is natuurlijk immigratie, om het dan zo te zeggen, heeft twee kanten. Want uiteindelijk ga ik dan over een soort van cultuurcontact, kun je het wel noemen. En denk eens ook langs twee kanten. Want je wilt natuurlijk ook niet dat er, of in mijn ogen toch, te weinig immigratie. Want je wilt een soort van hokje gaan en eigenlijk de wereld... Maar daar heb je punt, als je kijkt over de jaren heen. Wij zijn altijd overeerst geworden. Hè. Waren het de Oostenrijkers, dan waren het de Fransen, dan waren het de Spanjaarden, dan waren het de Duitsers, dan waren het de Nederlanders. Wij zijn altijd overeerst geworden. Dus wij zijn al een mengelmoes van verschillende culturen. En verschillende culturen, dat kan absoluut een verrijking zijn. Absoluut. Maar je moet het wel doen, stapsgewijze en met de goede begeleiding en met de nodige integratie ook. Nee, absoluut. En ik denk dat, ik zeg dat ook vaker, taal is zo enorm belangrijk. Absoluut, want als je elkaar letterlijk al niet kunt begrijpen, hoe gaat je elkaar dan... Het onderwijs gaat in kwaliteit zo achteruit. Hè. Men maar dan ben ik zelfs nog eerder fan van een wereldtaal, bijvoorbeeld Engels... Of Esperanto. Zolang dat er... Geluk, maar een wereldtaal ben ik nog altijd mega fan van. Als iedereen nu gewoon dezelfde taal, één taal, perfect kan spreken en dan nog met zijn eigen volk andere talen kan spreken, ik denk dat er
Ja. Enorm veel oplossingen. Ik denk ook als je op wereldniveau met één taal met elkaar kunt communiceren, dat dat goed is. Maar ik vind ook de eigen taal, in casu dus het Nederlands, zeker, heel belangrijk. Absoluut. Omdat je daar toch wel de nuances en anders kunt dan in een vreemde taal. Ja, want dat is deel cultuur. Ik heb lesgegeven, lange jaren lesgegeven in het Nederlands. Dan moesten we omschakelen in Leuven op Engels. Oké, geen probleem om te schakelen en dergelijke. Maar de nuances weergeven, de gevoelens soms weergeven. Klopt. Als het dan gaat over hoe werkt een bedrijf, hoe zit dat in elkaar allemaal en hoe is dat met relaties met de arbeiders, vakbonden en zo verder, dan is dat toch een beetje gemakkelijker in je eigen... Ja, maar zeker, maar ik denk als je die wereldtaal allemaal al hebt en al een jumpstart, dan kun je elkaar al direct begrijpen. Ja. En dan kun je binnen er fine-tunen in andere talen. Absoluut. Ja, maar als die een basis al ontbreekt, dan... Als je nu in klasse, dus ik hoor dat nu toch zeggen, ook lagere scholen en dergelijke, soms zitten daar tot 30-40% en zelfs meer kinderen in de klas met een migratieachtergrond, die dan het Nederlands niet 100% beheersen. Hoe kun je dan kwaliteit afleveren? De lessen zijn in het Nederlands. Hoe kun je dan ervoor zorgen dat er kwaliteit is van het onderwijs? Ja. Dus dat is zeker één parameter, er zijn er nog andere, maar dat is zeker één parameter waarom de kwaliteit van ons onderwijs ook achteruit gaat. Ja. Wat je iets moet aan doen is inzetten op taalonderricht van die mensen, van die kinderen. Mm-hmm. Want thuis gaan ze het meestal niet meekrijgen. Thuis is het in een andere taal. Mm-hmm. En dat is spijtig. Wat ik ook heel opmerkelijk vind, is... Ja, scenario, hè. Vlaanderen onafhankelijk, Wallonië onafhankelijk, niet zou zijn, vind ik nog steeds heel opmerkelijk dat in Wallonië, in de scholen, daar ook geen Nederlands wordt gegeven. Wel, ik heb verplicht. Nu... Het is een keuzevak. Ja, ja, het kan veranderen. Hè. Ja, gaat het veranderen? De minister van Onderwijs van Wallonië, heb ik toch horen zeggen, dat de bedoeling is van Nederlands terug verplicht te maken, wat ik goed vind. Ik vind dat wel, ja. Ja, zeker. Als je nu ziet, een streek zoals Kortrijk, hè, is toch West-Vlaanderen, veel ondernemers daar. Hè, dus die mensen krijgen bijna geen Walen die komen solliciteren. Hmm. Wel Fransen. Was het verschil? Ja, in Frankrijk? Nee, het is even dichtbij. Frankrijk en naar IJssel, dat is even dichtbij dan Wallonië, Doornik en zo verder. En wat is het verschil? Ja, hier is de werkloosheidsuitkering oneindig in de tijd, maar in Frankrijk na een paar jaar valt je wel terug op een veel lager inkomen. Mm-hmm. Ja. En dus, dat is toch eigenaardig dat diegenen die uw geburen zijn, zich niet komen melden om te komen werken. En dat ligt niet aan die mensen, dat ligt aan de systemen die wij opleggen. Mm-hmm. Dat ligt aan onze systemen, nee, dat ligt aan onze overheid die daar niet goed schakelt. Ik denk inderdaad, invaliditeit is nog iets anders, of ziekte is nog iets anders, maar ik denk gewoon pure werkloosheid. Ik denk dat niet meer als logisch is, als daar gewoon een einde op komt, of inderdaad een terugval naar een lager tarief, na x aantal tijd. Want, op een jaar heb je normaal gezien toch werk... Als je in Wallonië, in Vlaanderen is het 78%, in Wallonië 65% van diegenen die kunnen werken, werken. Mm-hmm. Wil je zeggen dat er 35% niet werken? Daar kun je toch iets aan doen? Mm-hmm. Je kunt niet naar 100% gaan, maar je kunt toch in de richting van 80%. Dat was de bedoeling van de regering ook, zoveel jaren terug, maar ze hebben dat nooit concreet ingevuld. Iedereen kan dat zeggen, hè? Iedereen kan dat op papier schrijven, maar je moet het wel doen. Hè? Mm-hmm. En als je dan hetzelfde marktbeleid hebt, arbeidsmarktbeleid hebt, overal, op plaatsen waar je lage werkloosheid hebt en op plaatsen van hoge werkloosheid, dat gaat toch niet samen? Mm-hmm. Ja, er zijn toch echt wel wat thema's te behandelen. Zo. Want op zich, werkloosheid hebben we ook al eens een keer zo heel diep behandeld, maar gewoon inderdaad die inactiviteitsgraad en hoe die zich zo verhoudt, denk ik. Mm-hmm. Maar... Het punt is wat u al gezegd hebt eigenlijk, hè. Het gebrek aan dialoog. Vanaf het moment dat men in Vlaanderen zegt, ja, maar we gaan dan aan die werkloosheid, we gaan dat of dat of dat doen, dan komt er wel iemand van een Franstalige partij die zegt, nee, we doen dat niet. We doen dat niet. Men luistert niet naar de argumenten. En de argumenten die zijn rationeel. En ik denk ook wel dat de Franstalige partijen beseffen dat het zo niet verder kan. Maar ze willen dat niet gezegd hebben en ze willen dus verder in België hun zaken zo blijven doen, terwijl we eigenlijk echt tegen de muur aanlopen. Maar wij zeggen dat niet voor ons plezier, we zeggen dat omdat dat de realiteit is. Nog eens, Vlaamse onafhankelijkheid, dat is geen doel op zich om onafhankelijk te zijn, om absoluut met die Walen niks meer van doen te hebben. Dat blijven onze geburen, en hopelijk heel goede geburen. Het is eerder een noodzaak. Maar het huidige systeem is bezig met ons al zoveel jaren echt te verarmen. En als we dat niet veranderen, dan is dat voor de generaties na ons zal dat erg zijn. Hmm. En misschien ga ik nog even terug over die economische zaken Vlaanderen-Wallonië. Is er in Wallonië ook niet superveel
potentieel om daar ook goede industrie te doen ontwikkelen? Of, mm-hmm. Of hoe zit dat? Ja, die waren vroeger toch heel gekend voor? Ik weet nog niet alle details, maar dat lijkt me... Mag ik een voorbeeld geven? Zeker. De Leuvense Universiteit. Jullie zijn jonge mensen. Jullie hebben dat niet meer meegemaakt. Hè? Maar de Leuvense Universiteit is gesplitst. Hè? Dat was vroeger. In Leuven had jij dus één universiteit. Franstalig, Nederlandstalige afdelingen. Mm-hmm. Hè? Men heeft dat dus in 68, hè? De mei 68 perikelen enzovoort. Men heeft dat dus gesplitst. En de Franstaligen hebben een nieuwe universiteit gekregen in Louvain-la-Neuve. Mm-hmm. Toen heeft men gezegd, diegenen die er tegen waren, oh, dat worden twee provinciale universiteiten. Je gaat dat eens zien, dat wordt een universiteit van het Hageland enzovoort, daar komt niks van. Vandaag is KU Leuven aan de spits van alle universiteiten. Mm-hmm. Wereldwijd. Dus niet alleen in Europa, maar wereldwijd. UCL, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, dus ook, is ook een heel goede universiteit waar rond zich een heel ecosysteem van ondernemingen, spin-offs heeft ontwikkeld. Waals-Brabant is eigenlijk een welvarende provincie. Die kun je vergelijken met Vlaams-Brabant. Dat zijn welvarende provincies. Dus de splitsing, alhoewel dat een negatieve connotatie heeft, maar je ziet in dat geval die splitsing, heeft beiden een voordeel opgeleverd en een groot voordeel opgeleverd. En is het dan puur door het competitiviteitsgevoel? Of waaraan door feit, doe het zelf, doe het zelf, neem eigen verantwoordelijkheid op. Doe het zelf, pak uw verantwoordelijkheid. We hebben een paar culturele verschillen, waarbij dat we niet in overeenstemming zijn, dus we doen ieder ons eigen ding. Doe ieder uw eigen ding. En nu, op dit moment, zie je dat KU Leuven en UCL, dat die terug meer gaan samenwerken. Wat logisch is. Mm-hmm. Ja, dat is terug een synergie. Oh ja, dan ga je terug zeggen, oké, op dat gebied en op dat gebied. En dan zie je Waals-Brabant floreren. En dan zie je, maar fijn, dat zou toch voor heel Wallonië in het geval kunnen zijn. Nee. Neem uw lot in handen en laat u uiteraard ondersteunen in overgangsmaatregelen. Mm. Dat is toch zo moeilijk niet. Dat wij dat debat in België niet kunnen voeren, dat we daar zo verstart rond zijn, dat men zo vasthoudt aan die solidariteit van Vlaanderen, als die morgen gedaan is, oh, come on. Nee, maar inderdaad, niet iedereen moet direct zeggen van dat is de oplossing, maar ze moeten inderdaad wel openstaan voor het dialoog, wat jij er juist zei. Het moet wel gevoerd worden. En dan kunnen we ook zien of dat je voor of tegen bent. Maar als volgens je dat niet bewandelt in gedachten. Volgens mij het is spijt dat het misschien zo is, hè, maar volgens mij is er geen andere oplossing. Mm-hmm. En ik zou graag willen horen dat er andere oplossingen zijn, maar ik zie ze niet. En het is al zoveel jaren bezig, van in de jaren 60 en 70, en iedere keer zegt men, we hebben nog 10 jaar nodig vanuit de politiek in Wallonië. Maar iedere keer zie je toch wel dat het niet brengt wat het moet gebracht worden. Als je kijkt naar vakbonden Ginder en dergelijke, de houding moet toch veranderen, de stakingen en zo verder. Allee, kom aan. Er moet een andere mentaliteit ook komen. Om die regio, die toch zeer beloftevol was in het verleden, om die er terug bovenop te brengen. In het voordeel van ons allemaal. Als Vlaanderen minder moet bijdragen aan Wallonië, is het goed voor Vlaanderen, maar ook goed voor Wallonië. Ja, want dat zegt iets. Ja? Ik denk dat Wallonië ook een heel groot potentieel heeft voor megatoerisme. Hè? Absoluut, absoluut. Dat zijn zo'n mooie natuurstreken. Absoluut, absoluut. Daar kunnen ze bijvoorbeeld perfect op inspelen. Ik denk industrie wat minder. Absoluut. Ik denk dat er absoluut, dat betere mensen, Europese er zijn mensen zijn die dat doen. Wapenfabrieken in Wallonië is toch echt... maken we niet zelfs de beste wapens van Europa? Ja, met FNR Stal en zo, dat zal dan wel zijn. Hè. Jammer. Daar zijn zeker goede initiatieven, er zijn ook goede ondernemingen, maar te weinig. Het zal maar er is gewoon te weinig. Potentieel. Dus, voilà, het gewoon moet gewoon te weinig. Ja, ik ben aan het nadenken, maar oké. Dus eigenlijk... En er is al zoveel geld ingepompt, ook vanuit Europa, ook zeker in Henegouwen, Luik, in die streken en zo. Dat je zegt, mensen, potverdoren. Allee, ja. Het moet over een andere boeg gegooid worden. Hè. Ça va. Goed, we zijn stilaan ook een beetje richting einde aan het komen. Maar ik ben aan het nadenken waar nog een aantal interessante vragen zijn. Misschien... Open vraag. Ik weet nog niet of jullie dat hebben gesteld, maar hoe ben je zelf eigenlijk bij Pro Flandria terechtgekomen? Want je bent er vandaag voorzitter. Maar... Ik ben eigenlijk altijd wel Vlaams bewust geweest. Ik kom vanuit Tienen. Ik heb dat gezien. Dat was als ik dat zo mag noemen, een Frans-Kilionse stad in mijn jeugdjaren, dan de jaren 60 en 70. En ik vond dat niet oké, dat daar dus diegene die de bourgeoisie was, praatte Frans om zich te onderscheiden van het gewone volk. Dat is een heel elitair gevoel. En dat was ook een beetje... De Vlaamse strijd is ook altijd een sociale strijd geweest, hè. Voor de arbeiders, voor de gewone mensen, om hun taal te laten respecteren. Want eigenlijk, ja... Vroeger waren alles het establishment, dat sprak allemaal Frans en zo, hè, maar Mantine dan, ook onder invloed van een socialistische burgemeester, Rick Boel in der tijd, maar is nog niet zo lang geleden overleden. Maar Rick Boel die heeft daar de eerste Vlaamse leeuw op het stadhuis gehangen. En ik vond dat in die tijd, ik vond dat wel, dat sprak mij aan.
En zo ben ik eigenlijk altijd Vlaams bewust, ook van thuis uit waren wij Vlaams bewust. Maar goed, als je in het bedrijfsleven staat, dan kun je daar ook niet mee uitpakken. Mm-hmm. Nee, maar overal klanten. En je hebt overal klanten, ook in Wallonië enzovoort. Je wilt niet overal met de Vlaamse leeuw naartoe gaan en de Vlaamse vlag. Dus je houdt dat toch wel een beetje meer voor jezelf. Maar goed, nu ben ik op mijn leeftijd toch wel wat minder actief in het bedrijfsleven. En, dus, en ik probeer dat ook van elkaar te scheiden, zoveel mogelijk. Maar dus in mijn vrije tijd wil ik mij inzetten voor die Vlaamse zaak. Omdat ik ook denk dat het een economisch, financieel juiste zaak is. En los van het emotionele, voor mij is dat economisch, financieel, rationeel. Ja, ja, snap ik. Misschien nog een vraag over Proflandria. Los van het sensibilisatie en gesprekken op gang brengen, doen jullie zelf ook bepaalde studies? Of, Ja, absoluut. Wij zijn bezig met een aantal studies. Wij zijn met een aantal mensen samen aan het studeren rond als er verslagen komen van de Nationale Bank. We hebben heel veel contacten met economen en dergelijke. Met Vives bijvoorbeeld, het instituut in Leuven voor de regionale economie, waar heel degelijke studies uitkomen. En het is maar door te studeren. Ik heb mezelf ook verdiept daarin. Ik zeg niet dat ik nu een specialist ben, maar ik heb mezelf daarin verdiept in al die getallen en zo en al die transfers, hoe dat allemaal loopt. Het is door daar meer in de diepte in te gaan dat je beseft van, ja, dit kan zo echt niet verder. Mm-hmm. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen die studies wil doen, maar het is dan aan ons van te proberen te sensibiliseren op een eenvoudige manier, zonder dat je er een simplisme van maakt. Zonder dat je daar zwart-wit van maakt en dat zijn de slechte en dat zijn de goeie. Maar ook geen gemakkelijke taak, hè, want het is al zoiets gevoelig. Dus, ja, maar omdat er nog eens, Arno, voor mij is er geen andere keuze. Mm-hmm. Het is dat... Of de verarming die geïnstitutionaliseerd is. Mm-hmm, ja. En Proflandria, dat is nu een ledenorganisatie. Ja. Zijn er ook activiteiten dat je organiseert of mee in aanrekening komt met niet-leden dan? Of dus één keer per jaar hebben wij een colloquium. Ja. En dat staat open voor iedereen, het publiek. Ja, hè, dus. Ja. Maar meestal zijn de ledenvergadering besloten. Men mag gasten meebrengen, maar het zijn besloten ledenvergadering. Waarom? Onze leden zijn ook anoniem. De meeste mensen willen zich ook niet zo outen, als je dat zo wilt. Sorry dat ik je van mijn blik, maar dat is exact wat ik bedoel. Dat is punt, hè. Dat ongemakkelijk. Ja, dat ongemakkelijk. Dat terecht is of niet, laat ik in het midden, maar het is wel zo. Ik vind het niet terecht, maar goed, het is een gegeven. En dus onze leden zijn anoniem. Het is alleen de voorzitter en de secretaris zijn publiek gekend. Zelfs de mensen die in het bestuur zitten zijn anoniem. Dus, maar één keer per jaar dus zeggen we, kom, nu doen we een publiek colloquium. Ja. Met zoveel mogelijk partijen. Dit jaar zal dat zijn met ondernemers rond ondernemen in en vanuit Vlaanderen. Dus ook naar de wereld uiteraard. Hè. Dus niet op ons eigen, rond onze eigen kerktoren, maar gericht naar de wereld. Typisch gegeven. Cool. Oké, super interessant. Ja, mij maakt het eigenlijk niet uit of dat Vlaanderen onafhankelijk is of België erin slaagt om het goed te doen. Het interesseert mij niet, dus aanleidingstekens. Maar ik denk wel, ik heb hetzelfde resultaat als u dat ik wel beoog, dat het er inderdaad wel... dat er een gezonde financiële toekomst te wachten staat. Want hoe dan ook, en Vlaanderen is zeker ook niet perfect aan zich, zelfs onafhankelijk heeft hij best ook nog wel wat uitdagingen voor de deur liggen. Maar los daarvan zijn er gewoon heel veel uitdagingen. En ik denk inderdaad wel, als er niet snel goede beslissingen genomen worden, op federaal niveau of regionaal, maakt me niet uit, dan zie je toch wel het einde van dat straatje nog niet. En dat is niet per se zo positief. Dus dat volg ik 100%. Absoluut, Amory, absoluut. En voor ons, wij zien maar één mogelijkheid. En dat is veel meer autonomie en zelfstandigheid geven aan de regio's. Eigen verantwoordelijkheid oppakken. Oké, misschien nog één laatste vraag. Maar het is wel zo inderdaad, nu even de afgelopen jaren, ik ken nu niet de details, dus, maar heb ik precies toch het gevoel dat er inderdaad die bevoegdheden, die verschuiven, dat toch al wel een vrij iets is wat hard aan het gebeuren is. Hè? Of valt dat tegen? Ja, misschien... Volgens mij valt dat nog enorm tegen. Als je kijkt naar arbeidsmarktbeleid, dat is dan gedeeltelijk federaal, gedeeltelijk regionaal, dus dat is een spagaat. Dus niemand vindt daar een kat, zou men kunnen zeggen, vindt daar haar jongeren meer in terug. Dan merkt je regelmatig nu met arbeidsmarktbeleid dat men er niet in slaagt van dat te differentiëren. Men heeft het zo complex gemaakt, voor een stuk verdenk ik zelfs diegenen die tegen de regionalisering waren ervan, dat ze het zo complex gemaakt hebben om dan aan te tonen van, ja, maar dat werkt ook niet. Hè. Mm-hmm. Je moet bevoegdheden zoveel mogelijk homogeen overhevelen. Ja. Dus onderwijs bijvoorbeeld is wel een goed voorbeeld. Onderwijs is volledige bevoegdheid van de gemeenschappen. Ja. Van de Franstalige en van de Nederlandstalige, dus Vlaamse gemeenschap. Oké, super. Cool. Ja. Tof gesprek. John. Bedankt. Jullie zijn bedankt, Amory, Arno. Jullie zijn bedankt. Ik vond het ook een fijne babbel. En dus, alhoewel het niet altijd
plezante thema's waren misschien, maar, het is noodzakelijk om erover te praten. Voilà, exact. Dat is wat we de hele tijd ook hebben gezegd. Van, de dialoog moet gevoerd worden, dus ik hoop dat we het een beetje hebben kunnen opentrekken ook met deze, met deze aflevering te doen. En dat we, dank u wel voor de mogelijkheid die u mij geboden hebt. Precies, zouden we nu omgedraaid doen. Inderdaad, zoals jij zegt, en zo komen mensen tot dezelfde conclusie of niet. Ik ben voornamelijk benieuwd naar waar dat mensen de oorzaak zouden pinpointen, of dat die soort gelijk liggen. Als je zo de twee... Goed, sorry. John, heel erg bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Ook succes voor jullie. Dankjewel. Dankjewel.